Ik ben Stefan Rientjes, varkens- en akkerbouwbedrijf in Raalte. Samen met de medewerkers doen we het bedrijf voeren en dat loopt goed. Mijn vader is erg begonnen met de varkens. Van vroeger uit was het een klein Sallands gemengd bedrijf met wat varkens, wat koeien en kippen. En mijn vader die had gewoon interesse in de varkens en dat werd toen ook gestimuleerd. Totdat ik het van school af kwam in 2003, ben ik ook in een bedrijf gerold en het is gewoon heel mooi werk, een mooi vak. Ja, het belangrijkste van ons is het verzorgen van de dieren. De aandacht voor de individuele dieren is heel belangrijk om de dieren een goed leven te geven en elke dag voldoende voer en water tot hun beschikking te hebben. Daar beginnen we mee en daar eindigen we ook de dag mee. Ja, en tussendoor maken we de hokken schoon. Er is veel discussie over over met name de varkenshouderij. Ja, hoe met de dieren omgegaan wordt en hoe de zeugen gehuisvest worden. Met groepshuisvesting of loslopen in de kraamhokken. En dat zijn ontwikkelingen die wel komen en ook wel ingepast worden. De sector beweegt wel mee, maar niet erg in de tempo dat de maatschappij dat eigenlijk wil. Zolang mensen vlees eten, moet het ergens geproduceerd worden en moeten wij dat goed en netjes doen. En daar vind ik ook dat de politiek ook wel eens achter de landbouw of achter de sector mag gaan staan om de nek ervoor uit te steken van hey, mensen, jullie willen vlees eten, dan moet het ergens geproduceerd worden. Want het is maar een kleine groep eigenlijk die echt negatief is. De massa is eigenlijk wel positief over de landbouw. Maar de kleine groep die laat zich wel flink horen. Dus het is maar net waar je ook gevoelig voor bent, welke signalen dat je opvangt. Sinds kort hebben wij een zichtstal. En er komen toch wel heel veel mensen op af die eigenlijk allemaal positief zijn hoe wij in onze omgeving produceren. Dat geeft zoveel energie. Dat is zo mooi om dat te zien.